بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله beste kijkers De profeet محمد صلى الله عليه وسلم stond in een hele unieke positie en had een hele unieke toestand Want hij had verschillende rollen die hij moest vervullen Hij was niet alleen de boodschapper van Allah, maar daarbovenop was hij ook vader Hij was ook echtgenoot Hij was ook een imam Maar bovenal was hij ook nog eens een staatsman en een leider die een hele gemeenschap moest aansturen. En hij bevond zich in een unieke positie omdat hij vanuit al deze rollen die hij vervulde, rugdekking had van de openbaring van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat gaf hem een bepaalde autoriteit en een bepaalde positie waarin hetgeen hij zegt, eigenlijk onbetwistbaar is en hetgeen hij zegt, bindend is. Dat op het moment dat hij dan een bepaalde boodschap zou overbrengen. of op het moment dat hij een bepaald bevel zou geven. dat de mensen zich verplicht zouden moeten voelen om hem te gehoorzamen. omdat hij niet alleen uit zichzelf spreekt in bepaalde situaties. maar in religieuze kwesties spreekt. als verlengstuk van Allah subhanahu wa ta'ala. Want dat is zijn taak als boodschapper. En wat we dan zien als we een blik werpen op zijn leven. In de sira van de Profeet alayhi wasallam, is dat we verschillende momenten terugzien komen waarin de Profeet alayhi wasallam, zich heel gemakkelijk had kunnen beroepen op zijn uh, functie en positie als boodschapper van Allah, als ontvanger van openbaring, maar dat hij er toch voor koos om een andere setting te hanteren waarin hij in overleg treedt met zijn geliefde, met gezellen. Laten we eens kijken naar een aantal voorbeelden waaruit dat blijkt waar we vervolgens insha'Allah een aantal leerstellingen uit kunnen onttrekken die we kunnen toepassen in onze eigen dagelijkse leven. Zo zien we bijvoorbeeld dat de profeet sallallahu alayhi wasallam in het tweede jaar na de hijra, zoals jullie weten, leefde de profeet sallallahu alayhi wasallam in Mekka, dat is de plek waar hij was geboren en getogen. En vervolgens was het leven in Mekka ondraaglijk geworden na 13 jaar lang profeetschap omdat de Mekkanen het leven onmogelijk maakten. Toen de Profeet alayhi wasallam, samen met zijn metgezellen toen verhuisde, emigreerde naar Medina, ontstond er een nieuwe gemeenschap. Een gemeenschap waarin de Profeet alayhi wasallam, direct een positie van leiderschap aangeboden kreeg. En vanuit die positie heeft hij een nieuwe gemeenschap uh, gecreëerd en laten groeien tot een gemeenschap die we vandaag de dag kennen van 1,7 of 1,8 miljard. De Profeet alayhi wasallam, in Medina had nog steeds te maken met de vijandigheden van de Mekkanen. En hij had te maken ook met het verlies van een hele grote hoeveelheid aan bezittingen. die zij hebben moeten achterlaten. toen zij Mekka omruilden voor Medina. Een van de dingen die de Profeet alayhi wasallam, deed. om die bezittingen terug te krijgen, enerzijds. en om een economische stimulans te geven aan de Medinese gemeenschap. is door allerlei karavanen. Die vanuit Mekka naar het noorden gingen om die te onderscheppen. Om zo zijn de recht en de recht van de moslims terug te halen en de islamitische gemeenschap sterker te maken. In het tweede jaar na de emigratie van de profeet sallallahu alayhi wasallam, kwam er zo'n moment dat een van de karavanen vanuit het noorden terug uh, ging naar Mekka. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam had. Een groep verzameld van zo'n 313 of 317 man, de overleveringen verschillen over de exacte aantallen, om deze gigantische karavaan te onderscheppen terwijl die langs Medina zou moeten gaan terug naar Mekka. Dus deze mensen die vertrokken samen met de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam om de karavaan te onderscheppen. Dus dit betekent dat in eerste instantie, dat in eerste instantie de veldslag van Badr uh, geen veldslag zou moeten zijn. In eerste instantie was het simpelweg het onderscheppen van een karavaan. En dat is belangrijk om te onthouden, want de metgezellen die met de profeet sallallahu alayhi wasallam meegingen, die vertrokken dus ook met die intentie dat het een simpele klus zou worden om die karavaan te onderscheppen en vervolgens weer terug naar huis. Later zou blijken dat er allerlei soorten ontwikkelingen plaatsvonden, want de leider van de karavaan, Abu Sufyan, die op dat moment nog geen moslim was, die kwam erachter dat de profeet sallallahu alayhi wasallam deze intentie had en dat zorgde ervoor dat er versterking werd bijgehaald vanuit Mekka, waarbij de Mekkanen een gigantisch leger richting Medina opstuurde. Dus dit betekent dat de profeet alayhi wasallam, erop uit was getrokken met een groep 313 tot 317 man en nu tegenover een leger stond van meer dan 1000 man. En dit was iets wat de profeet alayhi wasallam, enigszins zorgen baarde. Waarom? De profeet alayhi wasallam, had metgezellen meegenomen. En deze metgezellen, deze grote groep, bestond uit twee soorten metgezellen. De ene categorie dat waren de Muhajirin. Dat waren de metgezellen die mee waren geëmigreerd vanuit Mekka naar Medina. De tweede groep bestond uit de Ansar. Dat zijn de oorspronkelijke inwoners van Medina. De profeet alayhi wa sallam, had de metgezellen die hij had meegenomen vanuit Mekka, daar had hij een hele speciale band mee. Want ze hebben alles meegemaakt in Mekka. En er was ook geen specifiek verbond tussen de profeet alayhi wa sallam, en de Muhajirin. Wat er was, was een intens gevoel van loyaliteit en broederschap en volgzaamheid. Dus de profeet sallallahu alayhi wasallam maakte zich geen zorgen over de toewijding van de muhajirin op dat moment. Wat betreft de ansar, ondanks dat de ansar ook een ongekende mate van loyaliteit en broederschap hebben getoond tot dusver, zij hadden wel een verbond gesloten met de profeet sallallahu alayhi wasallam. En onderdeel van dat verbond was niet dat zij in dit soort situaties mee zouden moeten vechten. Dus dat betekent dat de profeet sallallahu alayhi wasallam met die kleine groep van 300 die hij al heeft was het heel goed mogelijk en zij stonden in hun recht, die 220 man ongeveer van de Ansar, zij stonden in hun recht om zich te terug te trekken en te zeggen: Wij doen hier niet aan mee, want dit is niet wat was afgesproken. Dus de profeet, sallallahu alayhi wa ging samen zitten met zijn metgezellen en hij vroeg ze om advies wat nu te doen. En dit is bijzonder: het feit dat hij met zijn metgezellen zit om advies te vragen. En met advies vragen bedoelt hij in feite dat hij van de Ansar wilt horen. Dat zij met hem zijn en met hem door zullen gaan. En dat is ook wat uiteindelijk gebeurde. De Ansar toonde op dat moment enorm veel moed, enorm veel dapperheid en een enorme mate van toewijding om te laten zien dat ze mee zouden gaan met de Profeet. Alayhi wasallam. En het opmerkelijke hieraan is dat de Profeet alayhi wasallam, zich hier had kunnen beroepen op het feit dat hij de boodschapper van Allah is. Hij had zich kunnen beroepen op een bepaalde gedachte waarin hij zou zeggen: "Ik weet dat ik een verbond met jullie had, maar de religie van Allah heeft jullie nu nodig, dus dit gaan we doen." Maar de profeet sallallahu alayhi wasallam besloot ervoor om met ze te zitten, overleg te plegen en zo heeft hij de metgezellen meegekregen en de rest is geschiedenis en de slag van Badr die mondde uit tot een gigantische overwinning voor de moslims. <coughs> en gedurende dezezelfde veldslag vond er een tweede gebeurtenis plaats die kenmerkend is voor hoe de profeet sallallahu alayhi wasallam was als leider. Toen de profeet eenmaal aankwam bij de vlakte van Badr, was de Quraish nog niet aangekomen. Dus de profeet had hier het voordeel om eigenlijk al zich voor te bereiden en een locatie uit te kiezen. En hij koos een locatie uit en een van de metgezellen, toevallig ook van de Ansar, die kwam met een vraag. En hij verwoordt deze vraag ook heel interessant. Hubab ibn al-Manwir hij stelt de vraag, o boodschapper van Allah, deze locatie die u heeft uitgekozen. Is dit op basis van openbaring of is dit een persoonlijke strategie? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam antwoordde: Dit is persoonlijke strategie. Waarop Hubbab antwoordde: In dat geval, o boodschapper van Allah, heb ik een beter voorstel. En hij kwam toen met een alternatief. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam accepteerde dat alternatief. Wat achteraf zou blijken dat het een geniale zet was van Hubbab om die locatie te kiezen, want dat was kenmerkend voor de overwinning tijdens deze veldslag. Ook hier zien we weer dat de profeet sallallahu alayhi wasallam nu uh, ongevraagd advies kreeg. Want hij had een locatie gekozen en hij heeft op dat moment heeft hij de metgezellen niet gevraagd om feedback. Hij heeft ze niet gevraagd om een suggestie te doen. Hij heeft niet met ze gezeten om te overleggen welke locatie gaan we kiezen. Maar deze metgezel die voelde zich comfortabel genoeg om een suggestie te doen... Bij de Profeet Sallallahu alayhi. Wasallam. En dit zegt heel veel over de Profeet Sallallahu alayhi wasallam, als leider zijnde. Dat hij een sfeer wist te creëren onder zijn metgezellen. Dat zij het gevoel hadden dat ze ook met suggesties konden komen en met voorstellen konden komen. En niet alleen dat, een ander punt wat hier sterk naar voren komt. Ondanks dat het niet het centrale thema is van deze video. Is ook de vraag. De manier waarop Geb de vraag stelde. O boodschapper van Allah, is dit openbaring? En dit leert ons dat als de Profeet alayhi wasallam, had geantwoord: ja, dit is openbaring, dan was de reactie van Hubbab geweest in dat geval: hou ik mijn mond. Want dat is de scheidingslijn voor de gelovigen. Op het moment dat een beslissing wordt gemaakt op basis van openbaring, dan leggen we ons daarbij neer. Maar aangezien, aangezien dit een persoonlijke strategie was van de Profeet, alayhi wasallam, voelde hij de comfort en de vrijheid. Om een suggestie te geven. En belangrijker dan dat, de profeet wasallam, accepteerde zijn suggestie. Dat laat zien dat de profeet open-minded genoeg was om suggesties van zijn team, als je het zo wilt noemen, van zijn metgezellen, te accepteren en toe te passen. Zo zijn er heel veel voorbeelden. En het is voor mij een hele moeilijke taak om uh, al deze voorbeelden aan te halen. Maar dit zijn twee voorbeelden die plaatsvonden tijdens het leven van de profeet wasallam, waarin hij dit liet zien. Daarnaast zijn er nog een aantal andere voorbeelden die hetzelfde concept laten zien, maar net vanuit een andere invalshoek. Dat zelfs in kwesties van religieuze zaken, dat de metgezellen zich vrij genoeg voelden om suggesties te doen. En ook dit is iets heel opmerkelijks, want de voorbeelden die ik net gaf, die hadden dan betrekking op het wereldse. Op zaken waarvan je kan zeggen, oké, okay, dit zijn zaken die de profeet sallallahu alaihi wa op dat moment niet specifiek op basis van een openbaring deed. Maar dat dat een product was van de omstandigheden of een persoonlijke keuze van de profeet sallallahu. Maar wat we terugzien, is dat zelfs in kwesties waar openbaring gemoeid was of waar het ging over religieuze zaken, dat de metgezellen die positie hadden dat zij een inbreng hadden. Kijk bijvoorbeeld naar het voorbeeld waarin de profeet sallallahu alayhi wasallam op zoek was naar een methode om de mensen duidelijk te maken dat de tijd was voor het gebed. De adhan zoals wij die nu kennen, op dat moment was hij er nog niet. Dus de profeet sallallahu alayhi wasallam, hij was op zoek naar een methode om bij de mensen aan te kondigen dat het tijd was voor het gebed. En er waren verschillende suggesties die werden gedaan. En er was één metgezel, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu an, die een droom had gekregen waarin hij de adhan zoals wij die kennen, dus de menselijke stem uh, had gezien. En hij legde vervolgens dat neer bij de profeet, alayhi wasallam, waarna de profeet alayhi wasallam, deze methode koos om in te voeren en zo de azaan als het ware geboren werd. En hierbij moet gezegd worden dat de geleerden uitvoerig hierover hebben gesproken. En zij zeggen dat uh, de azaan zoals die tot stand is gekomen, was niet simpelweg een suggestie uh, van een metgezel. Maar het is onderdeel van, van inspiratie die door Allah subhanahu wa ta'ala is gegeven aan die metgezel middels de droom die hij had gezien. Maar zelfs dan zouden we kunnen stellen: waarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala ervoor gekozen om deze metgezel deze droom te geven en niet de profeet sallallahu alayhi wasallam zelf? Een van de wijsheden hierachter is dat ook zelfs in dit soort zaken dat we zien dat de profeet sallallahu alayhi wasallam een hele open houding had met zijn metgezellen waarin het geven van suggesties en het meedenken met z'n allen in het goede dat dat werd gestimuleerd. En dat is de opvoeding die de metgezellen meekregen van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Een ander voorbeeld waarin we dat terug zien komen is dat Omar ibn al-Khattab op een moment in Medina ook, dit was dus ook na de Hijra, met een voorstel kwam bij de profeet sallallahu aangaande de vrouwen. Want de ayat over hijab waren nog niet geopenbaard. En het was in feite Omar ibn al-Khattab radiyallahu an, die met het voorstel voor de hijab aankwam bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam en aangaf dat het omwille van veiligheid en omwille van herkenning wellicht beter was voor de moslimvrouwen om zichzelf te bedekken. En als reactie op het voorstel van Omar ibn khattab radiallahu an kwam de openbaring van Allah aan bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam waarin hij de hijab voorschreef voor de moslimvrouwen. Dus ook hier zien we dat het gevoel en, en, en de, de thema van, het thema van Shura van overleg met elkaar en het doen van suggesties en elkaar, met elkaar dingen bespreken, heel erg sterk naar voren komt. En heel erg wordt gepresenteerd als de menhej, als de methodiek van de profeet sallallahu alayhi wasallam die hij tot uitvoer bracht gedurende zijn leven met zijn metgezellen. En de profeet sallallahu alayhi wa paste dit toe, terwijl hij dat in feite niet had hoeven doen. Want hij kon zich altijd beroepen op openbaring of op ervaring of op zijn positie als leider zijnde, maar hij stond open. ...voor de meningen van zijn metgezellen. Hij stond open voor de visies van zijn metgezellen. En dat is wat een leider sterk en krachtig maakt. En deze video is niet alleen bedoeld voor de leiders. Die is niet alleen bedoeld voor een leider in een, in een, in een groot bedrijf. Een leider in een organisatie of voor een imam of wat dan ook. Maar wij hebben allemaal in onze eigen levens... ...hebben we een positie van leiderschap op de een of andere manier. De ene heeft een positie als leider in zijn gezin. De ander heeft een positie... Als leider, niet alleen in zijn gezin, maar in, misschien zelfs in zijn hele familie. De ander heeft een positie van leiderschap op werk, als manager zijnde, of op school als groepsleider zijnde bij een bepaalde opdracht of een project. In al deze zaken kunnen we dit concept kunnen we hierin meenemen. Dat als jij wilt dat jouw gehele team achter jou staat, dan moet je ze de ruimte geven om bepaalde dingen in te brengen. Zelfs als de inbreng daarvan niet gebaseerd is op ervaring of op basis van kennis, maar simpelweg een mening is, geeft de mensen de ruimte om met een voorstel te komen en dat vervolgens te bespreken. Dit zal ervoor zorgen dat de mensen die betrokken zijn in jouw omgeving zich betrokken voelen met hetgeen wat jij doet. En zij zullen als gevolg daarvan volledige loyaliteit tonen aan jou. Als leidinggevende, en dat zal ervoor zorgen dat je te maken hebt met een gemeenschap dat achter jou staat, in jou gelooft. Zelfs als je een beslissing maakt waar zij het niet over eens zijn, dat zij in ieder geval wel weten dat je de inbreng respecteert en met een luisterend oor gehoor geeft aan wat zij zeggen. En dit was een van de krachten van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wat ervoor zorgde dat hij een toegewijde groep van metgezellen had, die hun leven zouden geven aan de profeet sallallahu alayhi wa omwille van Allah en omwille van hem. En dit is dus ook wat we terugzien na het overlijden van de profeet sallallahu alayhi wa dat zij dit concept van shura en samenkomst hanteerden. En dat de eerste belangrijke beslissing die gemaakt moest worden na het overlijden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, namelijk wie zou het stokje van staatsman, van leider. Overnemen na zijn overlijden. Ook dat gebeurde op basis van Shura. De metgezellen kwamen bij elkaar, bespraken dit met elkaar, pleegden overleg met elkaar en kwamen vervolgens tot een unaniem besluit om Abu Bakr an, die positie van leiderschap te geven. En zo kon uh, de moslimgemeenschap verder met hetgeen wat de Profeet sallallahu alaihi wasallam voor hen heeft achtergelaten. Mogen Allah subhanahu wa ons in staat stellen om dit toe te passen in onze levens en het concept van Shura levendig te houden in een tijd waarin het heel makkelijk is voor iedereen, als het tegen zit of als iemand een tegenwerping doet of als iemand kritiek uit, is het heel makkelijk om te zeggen: Weet je wat, ik luister niet naar kritiek, ik ga in mijn eentje verder. Terwijl dit in feite een hele on-Islamitische houding is. Tegenwoordig leven we in een tijd waarin dat heel makkelijk gedaan wordt. Dat als mensen kritiek hebben op jou of als men een andere mening heeft... dat je je daarvoor sluit, dat je niet voor open staat, dat je het niet wilt aanhoren. Want jij bent in positie van leiderschap. Jij bent in positie om de beslissingen te maken. En dan kan het zo, soms zo zijn dat een persoon besluit om dan maar alleen verder te gaan. Dan heb ik in ieder geval niet de hoofdpijn en gezeur van de mensen om me heen. Maar als de profeet sallallahu alayhi wa in zijn positie, met zijn toestand deze mentaliteit niet had, maar de feedback van zijn metgezellen aanhoorde en vaak ook zelfs toepaste, zouden wij dan niet op zijn minst moeten leren van het voorbeeld van de profeet sallallahu alayhi wa Om dit ook toe te passen in onze levens, mogen Allah ons in staat stellen om dit te doen en mogen hij ons vergeven voor onze tekortkomingen. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.